Open Connect kun je met name inzetten om samenwerkingsomgevingen te maken. Het is software die geschikt is om groepsrelaties en identiteiten samen te brengen en die te verbinden aan diensten. Waarbij de diensten eigenlijk geografisch overal kunnen staan. Dat kan binnen een land zijn, bijvoorbeeld universiteiten die diensten met elkaar delen. Maar het kan ook internationaal zijn in internationale samenwerkingsplatformen. Een mooi voorbeeld van zo'n internationale samenwerking is de activiteit rondom de zogenaamde Virtual Campus Hub. Waarbij de Eindhoven Universiteit samen met 3 internationale partners samen een virtuele internationale leeromgeving probeert te bouwen. En dat brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee, internationale uitdagingen, technische uitdagingen. Maar dat is wel precies het soort uitdagingen waarvan wij willen leren en die wij willen aangaan. Naar mijn idee is het ultieme doel van een platform als Open Connect dat je een paar van dit soort platformen in de hele wereld hebt, die door onderzoeksgroepen gebruikt kunnen worden om makkelijk en snel samenwerkingsverbanden op te zetten en makkelijk en snel informatie met elkaar te delen en bronsystemen met elkaar te delen. Je wil eigenlijk toe naar een drempelloze samenwerking voor een eindgebruiker in een instelling, liefst ook meteen internationaal. We zijn altijd op zoek met SurfConnect en met OpenConnect naar instellingen die internationaal willen samenwerken, omdat wij samen met hun dan op kunnen trekken, kunnen kijken of we onze software nog beter geschikt kunnen maken. En omdat wij daarvan veel leren over ook hoe die samenwerking internationaal gestalte krijgt. Wat je moet doen om met de andere federaties bijvoorbeeld en met de andere zusterorganisaties zoals SurfNet in de andere landen samen te werken. Voor ons zijn dat altijd zeer leerzame trajecten.